50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart voor de zevende koers. En het is na de start aan de buitenzijde Umina Jumi, de Belgische gast die de leiding heeft genomen, Erik van Capelle. Op de tweede plaats Calvados Himia. En daarachter zien we een cluster waaruit naar de derde plaats komt aan de binnenzijde Bazooka Joe. Aan de buitenzijde daarnaast zien we Bliksem A. Verder weg Celine Colinda DZ. En zo gaan de paarden dan de eerste bocht in. Vanuit het achterenveld komt naar voren Ustan de Neuvie. Paarden zijn op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Credit Crunch is laatste. Voorlaatste op dit moment is Bruno Lanzarote. En twee na laatste Astoria RL. Paarden komen in de rechterlijn en het is een grote voorsprong voor Umina Jumi. Jumi heeft een tiental lengte voorsprong. Op de tweede plaats volgt Calvados Himia. Derde aan de binnenzijde volgt Bazooka Joe. En daarachter volgt dan ook aan de binnenkant opererend Berend Luris. De winnaar van zoeven met Bliksem A op dit moment. Ustan de Neuvie komt aan de buitenzijde, maar maakt daarbij een galoppade. Verder weg in het veld is het dan Anne K. Die wordt gevolgd door Celine Colinda DZ. Daarachter volgt Astoria RL. Met achter Astoria RL Bruno Lanzarote. En Bruno Lanzarote die wordt dan gevolgd door het laatste paard Credit Crunch. Deelnemers komen de bocht door en op weg naar de overzijde van de baan. Is het nog altijd Umina Jumi die leidt met Erik van Capelle. Die heeft een 12-15 lengte voorsprong op Calvados Himia op de tweede plaats. En derde aan de binnenzijde daarachter ligt dan Bazooka Joe. En die wordt geflankeerd door Anne K. Wijd aan de buitenzijde komt Ustan de Neuvie weer terug. En die drukt op en die gaat door naar een gedeelde tweede plaats. Verder weg Celine Colinda DZ. En daarachter is het dan Astoria RL. Die wordt gevolgd door Bliksem A. Met achter Bliksem A dan Bruno Lanzarote en laatst is Credit Crunch. Deelnemers zijn einde overzijde naderen de laatste bocht. Dus nog altijd een hele grote voorsprong voor Umina Jumi. Umina Jumi heeft 10-12 lengte voorsprong op de tweede plaats Anne K. Die geflankeerd wordt aan de buitenzijde door Ustan de Neuvie. En daarachter volgt Celine Colinda DZ. Aan de binnenzijde Calvados Himia. Daarachter Astoria RL met verder weg dan Bazooka Joe. Die wordt gevolgd door Bruno Lanzarote. En aan de start van het veld hebben we dan Bliksem A in het gezelschap van Credit Crunch. En dat is de situatie. Als we de laatste rechte lijn ingaan, minder dan 400 meter te gaan. En dan is de hamvraag. Kan Erik van Capelle Umina Jumi tot de finish in het front houden? De voorsprong wordt kleiner, maar is er nog wel degelijk. Ustan de Neuvie die gaat naar de tweede plaats dan Anne K. Met verder weg Celine Colinda DZ. En helemaal aan de buitenzijde Astoria RL. De voorsprong wordt ras korter voor Umina Jumi. Umina Jumi krijgt nu schuin na zich Ustan de Neuvie. Ustan de Neuvie is erop en erover. Ustan de Neuvie neemt over. Kijk naar Astoria RL. Die komt met vleugels naar voren. Maar het is Ustan de Neuvie die het wint voor Astoria RL. Umina Jumi wordt derde. Daarachter is het dan nog Bliksema met Credit Crunch. Celine Colinda DZ. En daarachter Bruno Lanzarote. Die wordt gevolgd door Bazooka Joe, Anne K. en Calvados Himia. We kunnen gaan huldigen, dames en heren, de winnaars van de zevende koers, de Cornelia Unia Prijs. En dat zijn geworden Ustan de Neuvie en Bas Krebas. Ustan de Neuvie, dames en heren, is een vierjarige bruine ruin van Sinus Dodizee uit Janine de Neuvie. Gefokt in Frankrijk in eigendom van de heer Weber. Trainer en rijder Bas Krebas. De bloemen zijn in ontvangst genomen, dames en heren. En u mag in de handen voor de winnaars van de Cornelia Unia Prijs. En dat zijn geworden niemand minder dan Ustan de Neuvie en Bas Krebas.